Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Als jullie nieuw zijn hier, mijn naam is Talisa. Welkom. Zeker abonneren, dat zou ik super leuk vinden. Als jullie vaste kijkertjes zijn, welkom terug. I love you all. En ik heb net een pakket aangekregen. So happy. Hier in de gang staan nog twee grote dozen. Maar die zijn niet voor mij. Die zijn voor mijn mama, haar birthday cadeau. Als deze vlog online is, heeft het al gezien. Maar het zijn twee stoelen. Super mooi voor in de veranda. Ik heb een pakket van meubels gekregen. Want ik denk in een vorige vlog of zo heb ik. Of ik weet niet als ik het heb gezegd. Maar alleszins, ik heb een nieuw barkaartje besteld. Ik ga het uitpakken. Oké, er zit zo'n pakket bij. Dus ik ga dat open doen en kijken. Ah, dat zijn wieltjes. Oké. Dat zijn gewoon wieltjes. Maar ik ga even kijken hoe ik dat eronder moet zetten. Oké, okay, got it. Ik heb de wieltjes eronder gezet. Heb ze en ik kan er mee rijden. Kijk, grappig. Ik ga kijken als ik het hier het mooiste vind of boven. Ik weet nog niet. Ik heb het nieuwe barkaartje gezet. Het ziet er zo uit. Het is wel cute, maar wel anders. Ah, ik ben niet zeker. Allee, ik vind het heel mooi, hè, het barkaartje, maar ik ben gewoon niet zeker als ik het boven wil zetten of toch hier. Maar ik vind het wel mooi, dus ik ga het voorlopig zo laten staan. En dan ga ik eens vragen aan Niels wat hij ervan vindt. Oké, okay, ik heb heel dit gewerkt. Hey barkaartje, looking cute there. En het is nu 2:20. Mijn papa is net de stoelen voor mama komen halen. Ik zal even zo vloggen, dan zit je mij beter. En ik voel me even overwhelmed omdat ik zoveel heb gefilmd en dat ook allemaal moet editen nu. Ik was niet bij met mijn video's. Maar nu terug wel. Dus ik ga even mediteren. Buiten het zonnetje schijnt. En het is niet te warm, denk ik. En dan ga ik verder met nog wat editen. Ik ga ook eerst zelfs nog een vlog kijken en dan editen. Dan heb ik toch zo even gerelaxed. Alrighty, we zijn weer een heel deel verder in de dag. Allee, het is al avond ondertussen. Avond 6 uur. Niels is zo thuis, die heeft langer gewerkt. Ik denk dat hij zijn papa zijn auto of zoiets moest doen. Ik weet het niet juist. En ik ga heel snel naar mama en papa. Want ik wil zien hoe de stoelen zijn. Dus dat ga ik doen. En eer dat ik dan terug ben, dan zal Niels ook wel terug zijn. Kijk, ik ben onderweg naar mama en papa. En ik wou het heel even hebben over meditatie. Zoals de meeste onder jullie wel weten, heb ik een angststoornis. En om die wat onder controle te houden, of soms mij gewoon wat rustig te houden, mediteer ik dus. Even oplaten. En ja, dat is dus iets wat ik doe. En hoe ben ik daar mee gestart? Heel simpel, met een app. De app die ik gebruik noemt Calm. En ik gebruik die nu toch wel een hele tijd. Ik weet niet juist hoe lang. Maar toch van voor de corona. En ja, je betaalt er wel voor. Ik betaal voor die app. Je kunt ook gewoon de standaard dingen gebruiken. Maar dat vond ik niet goed genoeg. En je kunt wel de app installeren en dan eerst zo de How to Meditate of de 7 Days of Calm serie doen. Dat is 7 dagen meditatie.
of leren hoe je moet mediteren. Dat staat er dus ook op, how to meditate. Die dingen doen, dat is ook denk ik 7 of 12 sessies, ik weet het niet juist. Dus dat kun je wel proberen, die zijn gratis. En mocht dat dan u bevallen, kun je nog de app kopen, de rest, zodat je meer kunt. Ik gebruik dat ook 's avonds voor regengeluiden, om te slapen. En ja, om te mediteren. Er staan ook slaapverhaaltjes op. Dat heb ik ook al eens ene keer gedaan. Ik moet zeggen, dat helpt echt wel om in slaap te vallen. Dus dat is eigenlijk ja, hoe ik daar ben ingekomen. Ik wist ook niet juist hoe moet je mediteren. Wat is de juiste manier? Maar er is natuurlijk ook wel geen één juiste manier om te mediteren. Dus er zijn verschillende manieren om te mediteren. Iedereen moet doen wat goed voelt voor hem of haar. En ja, er zijn gewoon verschillende manieren. Je hebt een techniek waar je bij op je adem let. Maar je hebt ook een bodyscannen. Je hebt ook een teltechniek voor meditatie. Wat mij het meeste helpt is de ademhaling. Let op mijn ademhaling en ademhalingsoefeningen. Dus dat doe ik het meeste. Maar zoals ik dus zeg, er is voor iedereen iets. Dus ja, ik denk dat er ook nog andere apps zijn. Ik weet bijvoorbeeld Headspace is er. En ja, dat is nu wel de enige die ik die met de binnenkomt, Headspace. Gaat die door of gaat die stoppen? Okay. Dus ja, er zijn wel meerdere apps gewoon om te mediteren en te leren. Zelfs op YouTube, How to Meditate, kun je vinden hoe je het moet doen. Dus sowieso voor ieder iets als je geïnteresseerd bent in meditatie. Pakketje. De nieuwe stoelen staan aan de veranda. Ik vind ze echt zo chic. Echt zo heel vintage. Cool. Ja, echt wel vet. Dit is groen. Maar je ziet het niet zo goed met de zon. Want het is zo groen. Oké, het is tijd om te koken. Ik heb een wijntje. Het is niet zo'n heel lekker, vind ik. Maar oké. Zalm heb ik gesneden. Ik heb hier mijn pannetje klaarstaan met boter voor een bechamel sausje te maken. Lactosevrij natuurlijk. Ik heb mijn ajuintje klaar om te bakken. Pasta die ik ga koken. En Niels is momenteel snel naar de oké. Want mijn courgetten waren rot. Dus ja, nog meer zalm voor als ik niet genoeg heb. Lactosevrije kaas. Dus ik ga een pastatje maken met roomsaus. Een lekker dikke roomsaus met kaas, zalm, courgette en ajuintjes. Niels is net teruggekomen met de courgette en bloemetjes. Zo lief. Oké, ze ruiken niet echt, maar ze zijn wel heel mooi. Ik ga ze zelfs in een vaas zetten. Food is ready. De pasta creamy, cheesy, met zalm en courgette. Yummy, yummy.
is ondertussen 10:45. We hebben een gezellig avondje gehad, vond ik. Ja. Gezellige vrijdagavond zonder tv. Ik praat de hele tijd. Met het haardvuur? Met het haardvuur van YouTube op de tv gezet. En waarom? Mijn kop waarom? Ziet er zo dik uit. Ik ben precies een albino. Echt niet, hè. Ik heb wel face tan druppels op. Oh. Kan ik dat ook doen? Ik heb no tan druppels op, nee. Maar je bent goed zo. Dank je. Dat is goed. Ik ga hier ook de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Doe zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. Doe zeker thumbs up voor mijn pukkel. Mooi. En dan zien we jullie volgende keer weer. Oh,